je wereld stort helemaal in. Er komt angst van, ja, dat je kind gaat verliezen. Nou, ik ben Jennifer Kok. Ik ben 37 jaar en ik heb twee hele lieve meiden, Elisa en Bellen. Elisa is een hele spontane meid. Die is heel energiek, ondernemend, entertainend en ja, staat vol in het leven. Alleen ze is ernstig ziek. Ons leven stond ook gelijk helemaal stil. Continu ben je bezig met haar ziekte en ja, dat draait het leven om. Ja, je gaat maar door. Het enige wat je dan denkt is, ja, als ik ermee stop, dan gaat zij dood. Je kan het zien eigenlijk als een trein die je bent opgestapt en die gaat maar door. En je weet niet wat de uitkomst is, je weet niet wat het eindpunt is. Met Elise gaat het op zich goed, alleen het is echt wisselvallig. Want zodra ze een zware chemo krijgt, dan zie je echt dat kind helemaal vechten. En dan langzamerhand dan krabbelt ze alweer op. Maar ja, dus elke keer krijgt ze dan die zware chemo. En dat duurt nog heel erg lang. Ja, mei 2025. Hopelijk dat we dan de bloemenkrauw krijgen en dat ze er wel mag luiden. Maar er mag niks tussen komen. Nou, we willen graag meedoen met de bakken voor Kika, omdat we zelf het heel leuk vinden om te bakken. Ik en Elisa, we doen dat heel graag. Door middel van je mee te doen, dragen we toch een steentje bij aan. Niet alleen de diagnose van Elisa, maar ook de andere kinderen.